Dag lieve mensen, ik ga een feestelijke vegetarische risotto maken. Super soft, super romig, met pecorino, met de mascarpone die we eronder gaan doen, een beetje saffraan, gebakken paddenstoelen, echt een feestje. En dit, lieve mensjes, is de hoofdschotel van mijn vegetarisch menu. Want ik heb speciaal voor jullie, serieus, mijn best gedaan. Ik heb 4 menus gemaakt. Eentje voor de portemonnee, een budgetmenu. Eentje, een quality time menu. Dat wil zeggen dat je gewoon aan tafel kunt zitten, geen gedoe in de keuken. Een vegetarisch menu en dan een klassiek menu. En die 4 menus zijn dus verzameld in een e-boekje dat je kan downloaden op mijn website. Dus gewoon naar mijn website gaan en het is van u. Je kunt dat zelf afprinten, striks ronddoen. Kijk, of op een chip zetten, hè. Als je niet wilt printen, kan allemaal. Welkom, we gaan beginnen aan de risotto. Feestelijke risotto, maar we willen toch niet gaan zweten. We gaan dat hier gaan maken in deze superboy, want we gaan slow cooken. We gaan eerst heel hevig aanbakken en dan gaan we gaan slow cooken, zodat we nog pakjes kunnen maken, versieren, schminken, aankleden, de was doen. Het gaat volledig in de airfryer klaargemaakt worden. Is dat niet top? Je kunt dat warm houden en zo ook. Dat zijn allemaal functies dat in deze hier kan. We gaan beginnen met onze paddenstoeltjes mooi aan te kleuren. Baking tray. Dus eigenlijk iets wat dat wel makkelijk is. En als je nog geen cadeau-ideeën hebt voor je vrouw, je man, je tante, hij staat op mijn webshop. Is dat niet goed? Alright, we gaan starten met deze prachtige bos champignons te gaan kleuren, mooi te gaan bakken. En daarvoor gaan we zeker niet wassen, want dat mag je niet doen, anders ga je sponsjes gaan bakken, want champignonnetjes zijn echt sponsjes en die gaan dan het water opslorpen. Willen we niet, willen ze mooi droog houden. Hangt er wat aarde aan, dan snijd je dat met een mesje eraf of met een borsteltje. Hè. Dus wat dat we nu eigenlijk gaan doen, dit is te groot. Kijk, je hebt een grote, je hebt een kleine. Het is allemaal oesterzwam. Die gaan we niet snijden natuurlijk, maar die wel, zodat we min of meer dezelfde grootte hebben. Magnifiek, hè? Voilà, mooie mengeling. Ondertussen ga ik look, ajuin en pompoen super fijn snijden. Dus zet maar een goed muziekje op. En enjoy the ride. Eruit. Oké, dan gaan we in hetzelfde bakje met een beetje olijfolie, risotto rijst, look en ajuin samen gaan aanbakken opnieuw in de lasten en dan ruik ik zo goed. Deglaceren met witte wijn. En dan mag de pompoen erbij. En de bouillon. Safraan. Cayenne. En zout. Korstje van de kaas. Dus goed mengen. En dat mag gaan. Slow cooking time. Wat doen jullie zo allemaal als een gerecht klaar is en je moet erop wachten? Stoofpotjes, risotto. Ik ben eigenlijk altijd bezig. Ga ik een keer gaan kijken wat dat jullie allemaal vertellen. Grace lijkt zo op u. Ik zie dat niet, echt for sure. Ik zie dat niet, dat is echt raar. Of nog vraagjes over... dan is het daar. Ze. Dan is het daar. Ze. Of vraagjes hoe lang dat iets in de oven moet. Ik vind dat wel tof, hè. Jullie vragen en ik antwoord ze bijna allemaal. Ik doe toch super hard mijn best. Ik ben hier aan het wachten, 54, 53, 52. Ik heb nog een paar seconden tijd om te zeggen, mensen die dan niet ingeschreven zijn, subscribe, want het is gratis. En er komen elke week nieuwe video's en dus recepten bij, dus subscribe. Het is gratis. Hoppa, oké. Mascarpone, pecorino, de meest
smeuïgen. Risotto. Korstje mag eruit. Heeft de smaak gegeven. Het volledige recept van de risotto staat op sophiedumont.be. Veel liefde. Zie elkaar graag. Wees lief voor elkaar. Geniet van lekkere dingen. En steek de lichtjes aan. Hè. Maak er iets gezellig van.